Een week na het afsluiten van de paastijd vieren wij het feest van de Drie ene God. Triniteitsdag is echt een feest om God die op zoveel verschillende manieren zich openbaart in ons leven om die God nog eens in de picture te zetten, in de bloemen te zetten. Het is echt een feestdag voor onze God die zich in al zijn schoonheid en complexheid. Aandient. Want eerlijk gezegd, wie kan dat verstaan, die drie ene God. Bibliotheken vol zijn erover geschreven. Maar misschien hoeven we het ook niet per se te verstaan, zoals we niet elkaar moeten begrijpen tot in de puntjes, om toch met elkaar in relatie te treden, om toch liefde te voelen voor elkaar, om toch samen die liefde ook te vieren, zoals wij dat doen op de Zondag van de Drie eenheid. Het is ook hoe de Eucharistie start. De eerste woorden die uitgesproken worden nadat we de openingsprocessie hebben gedaan, zijn in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Dit relatief nieuwe element in de Eucharistie is een belangrijk startpunt. Alles wat er zal gebeuren, alles wat er gezegd wordt, alles wat wij zelf voelen en ervaren, alles. Wat wij hier komen doen in deze dienst, staat in het teken van de drie ene God. Drie, want Vader, Zoon en Geest. Maar ook één. Er is slechts één naam, suggereren we. We zeggen namelijk niet in de namen van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Nee, nee, in de ene naam. Van de Vader, de Zoon en de Geest. Nu is het in onze taal belangrijk om goed te verstaan wat dat is. Niet wil zeggen, die formule. Als wij spreken in naam van, is het vaak om iemand te vervangen. In plaats van iemand het woord voeren of zo. Of in naam van iemand handelen. En dat is natuurlijk niet wat wij komen doen in de Eucharistie. We gaan niet bidden in naam van iemand anders. Nee, wij plaatsen ons in de Eucharistie in een naam. En in de bijbelse traditie, in de bijbelse cultuur. Staat de naam voor de persoon, voor het geheel van wie iemand is, zijn identiteit. De Eucharistie speelt zich helemaal af binnen die ene identiteit van God. Daar zijn wij thuis. Daar hopen wij kracht en inspiratie te vinden, onze roeping nog eens te ervaren en de blijheid om dat samen te mogen delen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest komen wij thuis als wij Eucharistie vieren. Maar er is ook nog iets subtieler aan de gang. Want als je binnenkomt in onze kathedraal, zie je uh, het verste punt, een afbeelding van de Drie-Eenheid boven de ten hemel van Rubens. Uh, rechts de vader, links de zoon en boven de duif van de geest. Het is natuurlijk altijd hachelijk om dat te proberen uit te beelden. Maar kom, het, het helpt ons wel om ons direct te verhouden tot die ene naam, die ene God, die zich openbaart in vader, zoon en geest. Maar het is ook heel mooi dat die afbeelding staat op het verste punt. Want het geeft ons richting. Richting van bewegen, richting van kijken, richting van luisteren. Richting ook van ons hart, om ons leven te bepalen. En dat is iets dat we ook terugvinden in het gebruik van die formule van vader, zoon en geest in het Mattheüs-Evangelie. Als Jezus aan het einde van het Mattheüs-Evangelie de opdracht geeft aan zijn leerlingen om te gaan dopen, zegt hij om dat te gaan doen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Maar het merkwaardige is, voor wie Grieks kent, dat dat niet en plus datief is dat er staat in de naam, maar eis plus accusatief. En dan weet je, dat is niet iets statisch waar je je in bevindt, maar ijs plus accusatief in het Grieks verwijst naar richtinggevend, naar bewegend. Letterlijk staat er dus doop mensen over de hele wereld in de richting van de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. We bevinden ons in die naam. Maar we zijn ook uitgenodigd om te bewegen naar die naam, naar de aanwezigheid van die drie ene persoon, naar de God die ons zo graag wil verwelkomen in de liefdesrelatie die Hij in wezen is. Het is een feest van uh, blij zijn wat er al is, maar tevens om te voelen wat onze diepste levensroeping blijft.